Dus, hallo, Dick. Hallo. Dat is zus van ons. Leuk. Nou, welkom op... u vertelt het steeds. Ja, welkom. Welkom op camping De Scheepswel. Nou, welkom. Wie woont hier? Hoe leeft ze hier? Madana. Daniel Huis. Daniels Huis. Veronica. Ja, voor. Alona woont hier. Dima woont hier. Ja. Dana woont hier. Nou, volgens mij hebben jullie het op school gisteren of eergisteren, hebben jullie het ook al gehad over het planten van bomen. We learn about trees and planting trees. Ja. We посадили те сейчас вместе со всей командой деревья. Ja? We learn about tree, hè? Stam. Stam. Большой. Okay. Wortels. Weet jullie nog? Weet iemand van jullie waar? Weet iemand van jullie waarom wij hier nieuwe bomen gaan planten? What's the reason about the new forest? Why? Why? Nee, you don't know. Nee. Goed, wij hebben hier iemand van de mag je inschuiven? Ja. Iemand van de gemeente. En die weet nog veel meer van planten en struiken dan wat wij dat doen. Cor, zou jij heel kort eens kunnen vertellen waarom wij hier nieuwe planten en struiken aan gaan planten? Ik zal het proberen een beetje rustig te vertellen. The reason from the forest. Tell what the reason is from the forest. Nou, ik ben hier pas geweest en het bleek op het hele park dat er een aantal bomen dood waren. En als een paar bomen doorgaan, en het is een heel belangrijk gebied hier, dus de Veluwe, een nationaal landschap zelfs. En hier komen heel veel mensen recreëren, het is een heel belangrijk gebied. Dus als de bomen doorgaan, als de bomen doorgaan, dan moeten er ook bomen teruggeplant worden. Nou, kunnen die mannen hem tillen? Yes. Come on. Come on. Come on. Can you? Come on. Or you? Come on. Oh, yeah. Together. Yes. 1, 2. 1, 2. Ja. En bij me staan hier Dick Wijnhout en Cor Duitman met het project op de Scheepswel, Boomplantdag. Dick, de Oekraïense mensen heb je erbij betrokken? Ja, supergoed. Via Jos. Jos is werkzaam hier op de Scheepswel. Zijn zus werkt op een school in Elburg en zijn hier met een aantal kinderen uit de Oekraïne. En zijn ons aan het helpen bij het aanplanten van een stuk bosplantsoen en enkele nieuwe bomen. De eerste van een groot aantal. En ja, je ziet het, ze hebben het goed naar hun zin. Wat is de rol van de gemeente hierin? Een paar maanden geleden ben ik hier geweest op het park. Het heeft een nieuwe eigenaar, Capfun. En in samenspraak met Capfun en Dick hebben we de bomenbestand bekeken hier op het park. En toen bleek dat behoorlijk wat bomen in slechte staat zijn. En er waren zelfs een aantal bomen die waren helemaal dood. Nou, toen hebben we een heel plan gemaakt. Hebben we gezegd van oké, er moeten best wel wat bomen gekapt worden. Ook uit het oogpunt van veiligheid. Maar er moeten dan ook bomen en struiken terugkomen. Nou, en in dat in samenspraak met elkaar hebben we dus een plan daarvoor gemaakt. En nou, dat is dit is dan uiteindelijk tot uitvoering gekomen. Dick, als ik zo kijk, de grondkwaliteit is hier bar slecht. Ja, het is hier allemaal stuifzand, hè, zoals dat heet. Anders dan in Dronten, dat is allemaal kleigrond. Daar heb je altijd natte voeten. Het is hier heel poreus.
Dus daarom hebben we ook iets gedaan aan bodemverbetering, want anders is de kans van slagen niet heel erg groot. Maar het zijn ook soorten die zich daar ook op aanpassen en met wat extra voeding en bodemverbetering moet het gros het wel gaan halen. U sprak over een tuinplan. Ik heb begrepen dat er eigenlijk verschillende soorten planten en bomen neergezet zijn. Ja, dat klopt inderdaad. Dick gaf het al aan. Kijk, we zitten hier op een arme grond op de Veluwe. En wij pakken hier wel gebiedseigen soorten voor. Dus niet soorten die op klei gebonden zijn, maar echt soorten die op de zandgronden goed gedijen. En eigenlijk als je om je heen kijkt wat hier groeit, dat plant je echt als het ware ook. Want dat is de identiteit van deze omgeving. Dat is de Veluwe, dat is arme grond, het is droog. En de beplanting die je daarvoor kiest, die pas je daarop aan, zeg maar. Is het een heel groot project, Dick? Goed, voor de kinderen natuurlijk wel. Kijk, het zal 1000 vierkante meter dat we gaan beplanten. Maar het is een begin van een groter geheel voor de komende jaren. Dus we gaan ergens beginnen, dat is dit. En de rest gaat volgen. Ik wens jullie heel veel succes bij deze dag en ik hoop dat jullie de Scheepsbel heel boomrijk maken. Dank.